Survival, Skyblock, Parcours en Creative. Mijn Minecraft server bestaat inmiddels al langer dan een jaar. En vandaag gaan we eens een kijkje nemen wat mensen allemaal uitspoken in Content Veen. Placement.contentveen.nl, de beste Minecraft server van Nederland. Goed, dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen. We staan hier in de hub en het is hier ongelooflijk druk. Er wordt muziek gespeeld, er zijn mensen aan het rondwalen. Mijn banaantje stort volgens mij zojuist naar beneden. Weet je, de rest van de video ligt op banaantjes zoals dit. Ik ga kort ermee. Het is erg druk hier in de lobby, maar vandaag gaan we even kijken wat er na een jaar van het bestaan, ongeveer misschien een jaar en een paar maanden van het bestaan van Content Veen, allemaal aan de hand is hier. Oh, ik word opgeblazen hier. Er zijn behoorlijk wat mensen hier lekker aan het ronddwalen. En ik heb gevraagd of ze allemaal voor de video even leuk naar de hub konden komen en zo. Er zijn meer dan 100 mensen ook online. En jij kan gezellig ook meedoen. Play. Punt. Contentveen.nl. Ja, doe gezellig mee. Speel je nou Bedrock Editie 26006. Kom nou even online spelen. Het is helemaal gratis. Hartstikke leuk. Goed, laten wij beginnen met de rondleiding. Nou, rondleiding. We gaan gewoon even kijken wat er allemaal gaande is. We hebben tegenwoordig een nieuwe game mode, namelijk parcours. In parcours kunnen mensen 40 verschillende parcours halen. Hartstikke leuk. Het is net open. Ik kan je nog niet zoveel van laten zien. Dan moet je maar gewoon lekker zelf online komen om te spelen. Misschien kan jij wel een parcours legend worden. Hey, wie ben jij? Hallo meneer. Wat zijn we aan het doen? Dus als je parcours wil zien, kom ze gezellig online. Maar wij gaan beginnen bij Skyblock, denk ik. Ik denk dat dat wel leuk is. De Skyblock game mode van Content 2, jongens. Inmiddels is het al een paar maanden, 2-3 maanden uit. En je wil niet weten wat mensen allemaal gebouwd hebben. Zoals je hier ziet, heeft de top 10 eilandwaarde. Want ik kan dat getal waarschijnlijk niet eens uitspreken. 1 miljard? Is dat 1,6 miljard? Oh mijn god. Dikke Zippy. We gaan eens naar zijn eiland toe. Dit is het eiland van onze dikke Zippy. Is hij er? Ik denk niet dat hij thuis is. Het valt wel mee. Ja, zijn eiland is wel cool, moet ik zeggen. Ik had hem groter verwacht. Hij heeft hier allemaal mooie armor. Hij verzamelt alle hoofden die je kan verzamelen in Content Veen. En dat zijn er heel wat. Weet je, ik kan het toch niet laten, jongens. Ik kan het toch niet laten. Hij moet hangen, mijn banaantje. Zo, hoppa. Oké, jongens, wedden. Voor het eind van de video is hij er weer afgevallen. Het is een leuk eiland, maar het is niet een eiland waar ik naar op zoek ben. Het is echt best wel een mooie basis gewoon. Maar ik wil even een mega-eiland vinden. Oké, goed. We zijn nu bij een eiland aangekomen. PE No Name is volgens mij de eigenaar van dit eiland. En dit eiland is ongelooflijk. Dit is een van de eilanden die gewoon daadwerkelijk volgens mij maanden of weken of weet ik wat heeft doorgegrind. Dit is een kleine map ervan. Dan kan je zien een beetje wat er allemaal is. Maar het is niet normaal. Als we even de lucht ingaan, even opstijgen, hebben we hier een of andere paddenstoelenberg met een lijpe portal, een rode portal. Dat zie je ook niet vaak. Dan heb je hier nog meer paddenstoelen erop. Dan heb je hier een... Wat is het? Een wasbeertje of zo? Wat is dit? Of een mieren? Ik weet nog geen, hij heeft een snor. Hier ben ik een keer geweest voor mijn video met Rick. Hier heb ik een snor achtergelaten met Rick. Dan is dit eiland echt veel groter geworden in de tussentijd. Wow, een piratenschip, een treinstation, een soort tempel, een gezonken schip of lijkt wel erop een fabriek hier. Wat zit er in de fabriek? Als de fabriek ook nog gebruikt wordt? Nee, hij is wel leeg van binnen. Er staan een paar focusdrink trucks in. Oké, dat is wel leuk. Dat is zeker leuk. In deze fabriek staan nog meer focus trucks. Oh, hier, dit is de focusdrink fabriek. Met een haai. Dat is ook leuk. Mensen maken echt leuke dingen, jongens. Mensen maken echt hele leuke dingen. Een kasteel hier zo te zien, is die nog niet helemaal af? Of wel? Oh, hij is wel af. Laat maar, deze is af. Oh nee, niet. Hij is niet af. Hij is nog druk bezig. Oprecht leuk om te zien altijd. Volgende eiland. Dan zijn we aangekomen bij het volgende eiland, jongens. En dit eiland heb ik wel eens in een livestream laten zien. Maar volgens mij is dit eiland nog veel groter geworden in de tussentijd. Ook echt de decoratie in dit eiland is niet normaal. Je hebt hier ten eerste de hele bovenwereld. En als je naar beneden gaat, heb je hier nog gewoon een hele stad beneden. Ik denk dat ik hier wel een uur rond zou kunnen lopen en gewoon nog steeds nieuwe dingen zou vinden. Een begraafplaats. Met helaas lijken bosbes. Een pandaverblijf. Een mooie tempel. Een soort villa. Parcours hebben ze zelfs. Oh mijn god. Kan ik dit parcours doen? Ik ben heel goed in parcours, jongens. Ik heb geoefend in een nieuwe... Ik heb geen idee waarom dat fout ging. Ik heb geoefend in een nieuwe parcours game mode van Content Veen. En sinds ik de parcours game mode heb gespeeld, jongens, ben ik een parcoursmaster. Ik ben gevallen. Ik kan zeggen, ik ben een parcoursmaster geworden. Overigens, kan jij een parcoursmaster worden? De play.contentveen te joinen. Ga lekker parcouren. Ga lekker survivalen. Ga lekker creëren voor Skyblock. Kom op, hé. Je moet 40 parcours halen. Ik kan wel, zoals ik al zei, ik kan hier echt heel lang rondvliegen en gewoon kijken wat hier allemaal gebouwd is. Maar, hé, daar ben ik. Dat is een ogerballon. Het is een ogerluchtballon voor mij. Jongens, ik heb laatst in een luchtballon gezeten. En ik vond het heel eng. Een voetbalveld zelfs hier. Nah, dat meen je. Een mooi dorp hier beneden. Het is echt, het is ongelooflijk. Een leeuw. Heilige Livy de Leeuw. En dit ben ik. Ik ben hier weer. Ik verkoop kaarten.
paars of zo. En ik ben er nog een keer... Nou, ze hebben zelfs minions hier die in de farm staan en weet ik wat allemaal. Even de kaashosting. Doe eens lief en koop een bloemetje voor iemand. Ik koop een bloemetje zo. Ik steel een bloemetje. Wat vind je daarvan? Ik ga niet eens kopen. En ik koop hem voor mezelf. Volgende eiland. Welkom op Unicorn Island. Dit eiland is gemaakt door Luc is goed 9333. Peanut chocolade. BV. Turbo Dax en harige hond. Nou, waar zijn we beland? Is dit groot? Oh. Oh. Oh, dit is heel groot. Hé, hey, dit zijn skins. Wat is er met mijn hoofd gebeurd? Ik ben onthoofd, soort van. We hebben Patrick hier ook. Wat is er met mijn hoofd gebeurd? Hij is nog niet af, volgens mij. Of dit is een hele rare versie. Ah, oh mijn god. En hieronder ook van alles. Allemaal bomenfarms. Een hele haven hier. Leuke dingen worden er gebouwd. En er zijn waarschijnlijk ook echt nog veel meer andere dingen die er gebouwd worden. Maar ja, er zijn ook echt volgens mij meer dan 1000 verschillende eilanden om überhaupt te gaan bekijken van mensen. Dus dat ga ik letterlijk nooit redden. En een trein. Er is een trein. En ik weet precies waar deze trein mij naartoe gaat brengen. Het volgende eiland. Hij is gevallen. Het is gebeurd, jongens. Hij is gevallen. Ik was aan het zoeken naar mensen en eilanden. En het banaantje heeft het niet overleefd, helaas. Nu laten we maar ook gewoon liggen. Welkom met vriendelijke groet woonhuis. Waar zijn we nu beland? Ah, in een soort... Oh, oké. Okay. Oké, okay, dit is gek. Dit lijkt wel gewoon een soort chunk die uit de grond... Oh, dit wordt gebouwd. Cool. Heel cool. En ik vind dit gebouw hier vind ik vooral heel leuk. Ik ben fan van dit gebouw. Een soort stedelijk gebouw of zo. Heel leuk. En je kan er ook in. Wat is hier binnen te vinden? Een hele lange gang. Hij gaat naar links. Hij gaat naar rechts. En hij gaat omhoog. Hij gaat omhoog. En dan eindig je bij poep. Poep in de bomenfarm. Nou, dat is ook leuk. Goed, jongens. Dat was voor nu even Skyblock. Laten wij doorgaan naar Survival. Want daar zijn ook natuurlijk allemaal gezellige mensen. Survival is een leuke plek, jongens. Het is Frederik. Survival is een leuke plek, jongens. Waar iedereen gewoon lekker kan survivalen met z'n allen. Je hebt wereld 1, wereld 2 en wereld 3. En dit bestaat al sinds, volgens mij, december is dit seizoen al. Binnenkort gaan we beginnen met een nieuw survival seizoen. Gaat hartstikke leuk worden. Maar ik ben benieuwd dat mensen aan het einde van seizoen 3 van deze survival wereld hier allemaal gebouwd hebben. Wat zijn wij hier aan het doen, Tim, Rom en Gamerbaas? Ik ga mezelf even toonbaar maken voor jullie. Zijn we aan het doen? Zijn we aan het doen? Hè? Ja, dan kan je me wel slaan. Ja, dan kan je wel heel agressief slaan. Oh, jij bent wel heel agressief. Waar zijn we, jongens? Wat voor basis hebben jullie? Hij is aan het bidden. Jongens, hou op. Nee, ga nou gewoon... Ga nou gewoon lekker doorspelen. Een achtbaan. Ik wil hem doen. Ik wil de achtbaan in. Waar is de entree? Waar is de entree van deze achtbaan? Hier? Oh, hier. Ingang, uitgang, attractie, de train. Prijs 100 euro. Oké, wie moet betalen? Slash P, Timrom, 100 euro hier. Timrom, 100 euro. Gamebaas, slash P, Gamerbaas, 100 euro. En wie is dit? Slash P, PE, Mats, 100 euro. Oké, jongens, ik heb jullie allemaal 100 euro betaald. Ik wil nu graag de attractie in. Hierheen, dan hierheen. Dit moet ik volgen, de route. Oh, zijn we er? Ga je het karretje voor plaatsen? Ja! Ga ik? Daar gaan we! De attractie, joh! Ik vind het leuk dat mensen gewoon dit soort dingen bouwen. Gewoon een attractiepark waar je dan heen kan. En gewoon een achtbaan door... Was dit het? Nee, toch? Oh, nee, hij gaat meerdere kanten. Nee, dit was het wel. Oh, het zijn twee attracties door elkaar. Oh, wacht. Het zijn de meerdere. Het is een nieuw attractiepark. Ik wil de volgende. Ik wil naar de volgende. Er is er nog één. Ik weet dat er nog één is. Ik wil deze doen, jongens. Deze. Waar moet ik dan heen? Waar moet ik heen? Brievenbus. Wat is dit? Oh, dit is een kantoor of zo? GB's Pretpark Disco. Is dit een disco? Nee. Nee. Hou op. Jongens, hebben we een disco gemaakt. Hebben ze ook muziek? Ja, ze hebben muziek. Oké, okay, het klinkt nog nergens naar de muziek, maar... Oh! Oh! Disco! Let's go! Hij zegt dat er een schommelschip is. Ik wil het schommelschip in. Ik wil het schommelschip in. Waar is het schommelschip? Het schommelschip ingang. Oké, okay, ingang. Prima, ik volg je. Hoe gaat dit gebeuren? Oh, kijk, dit... dit is het schommelschip. Nice, oké. Okay. Waar moet ik zitten? Hebben jullie een karretje voor me? Hebben jullie een karretje waar ik erin kan? Ja, schommelschip, zet maar aan. Daar gaan we. Hey, hey. Het is gewoon heen en weer sick. Jezus, het schommelschip gaat wel heel snel heen en weer. Het schommelschip gaat oprecht heel snel heen en weer. Leuk. Kan die ook? Ik word misselijk. Zet hem uit. Wacht, ik ga hem uitzetten. Ja, nee. Ja, ja, ik heb hem uitgezet. Hoppa, zo. Leuk. Erg leuk. Wat is er nog meer? Wat is er nog meer? Waar moet ik heen? Hierheen, hierheen, hierheen. Ah, kijk, hier komen we bij marktkraampjes. Dan kan je snackgat. Oh mijn god, oké. Wat is dit? Attractie de Train Express. Ingang. Oké, ik wil de ingang in. Is dit die andere? Oh, dit is die andere. Yo, ja. Stop hier je abonnement. En ik heb geen abonnement, jongens. Is dat erg? Is het echt dat ik geen abonnement heb? Kunnen we er niet gewoon door? Ik heb geen abonnement. Ik heb geen abonnement. Zo. Kan je wel weer dit doen? Ik wil de attractie in. Kan je kopen voor 2500 euro?
Waar? Hier, oké. Ik moet naar die guy toe. Waar is hij? Naar Gamerbaas. Waar is Gamerbaas? Ik wil een abonnement. Waar moet ik dat doen? Daar is hij volgens mij. Ik wil een abonnement graag op je attractiepark. Waar moet dat? Hier. Ah, kijk. Te koop food abonnement? Nee. Oh, is dat wel? Is dat hem? Abonnement pretpark. Oh, oké. Slash P, Gamerbaas. €2500. Zo, ik heb €2500 overgemaakt. Ik wil graag een abonnement. Huh? Abonnement G... Ja, daar is hij. GB's pretpark. We hebben hem. We hebben hem, jongens. We hebben een abonnement. Nu snel terug naar de attractie. Ingang. Dat was deze ingang, was het. Oké, dan kan ik mijn abonnement kan ik hier erin stoppen. Volgens mij. Hier. Zo. En dan gaan de deuren. Als het goed is, open. Toch? Ik heb hem erin gestopt. Ja! Ik mag zitten. Let's go! Zet hem aan! Oké, dit moet het wel waard zijn. Het heeft me €2500 gekost. Oh, waar gaan we heen? Yo, deze attractie is veel leuker dan die andere. Yo, kijk dit dan! Oh. Hey! We waren even stil bijna, maar hij werkt. Hij werkt nog. Hij werkt nog. Hier ging ondergrond. Gaan we weer ondergrond? We gaan weer ondergrond. Dan gaan we. Ik zie niks. Ik zie niks. We gaan nog een keer. We gaan nog een keer. Het is een dubbele route. Dat is altijd een kinderdroom. Dat je gewoon in een attractie zit en dat je dan bij de bestemming bent. En hoopt dat je nog een keer mag. Alleen ik hoop wel dat hij zeg maar stopt. Dat ik niet drie keer ga. Daar gaan we jongens, daar gaan we. Daar komt hij. Daar komt hij. En we gaan nog een keer. Weet je wat ik dan doe? Ik heb een idee. Dan ga ik hier vet random boven gewoon uit. Kijk, zo. Oh, oh, ik heb brok. Ik heb hem letterlijk op het verkeerde karretje gekregen. Op de verkeerde baan. Ik heb mijn karretje op de andere baan gekregen. We zitten in de verkeerde attractie. Huh? Nu ben ik weer hier. Dat was mijn schuld, jongens. Ik heb het fout gedaan. Ik ben per ongeluk op de verkeerde attractie terechtgekomen. Nou, ik vind het een leuk attractiepark, dit. Ik vind het een heel leuk attractiepark. Laten we gelijk verder gaan. Ik kan ook nog merchandise halen. Wacht, voordat we doorgaan. Ik wil nog merchandise halen. Ik wil de helm. Hoe duur is deze helm? Ze komen eraan. Ze komen eraan. Ik wil deze helm hier. Deze. Hoe duur is hij? Ik wil hem hebben. 8 diamond of 8000 geld. Weet je, slash P, gamerbaas. Ik geef je 10.000. €10.000. Ik wil de helm. Komt ie, jongens. Daar komt ie. Daar komt ie. Ik heb een helm! Een nethermuts van GB. Ik doe hem gelijk op. En hij staat me prachtig. Dank jullie wel voor de ervaring, jongens. Ik waardeer het enorm. Ik ga er vandoor. Tot ziens! Tot ziens! Nu gaan we echt naar de volgende plek. Laten we zeggen, grote zeppelin. Leuk dorp hier. En dan vervolgens hebben alle kijkers eromheen gewoon echt het gebouw neergekwakt. Als we een beetje snel er doorheen zouden vliegen, jongens, wat niet eens zou kunnen. Let's go! Ik gok dat we dan heel veel dingen zouden zien zoals dit soort random gebouwtjes. Al moet ik zeggen, deze boot is wel echt heel cool. Goed, waar zijn we beland? Bambi Power is hier de villa aan het bouwen. En dan zie ik hier verderop, zie ik een heel soort dorpje. Oh, een Enderman, ik schrik me kapot. Maar voor dat dorpje staat ook nog echt een mooie... Het dak is echt heel mooi van dit huis. En hier een soort Disney-kasteel. En nog een mooie huis. Mensen bouwen echt mooie dingen, man. Mensen bouwen echt hele mooie dingen. En veel ook. Kijk hoeveel je... Wat is dit? Een soort McDonald's, maar dan met de N. Een McDonald's. Kijk dit gebouw hier. Oh, is deze af? Volgens mij is deze soort van bijna af. Wow, heel cool. Wauw. Hier hebben we het huis van Encanto, volgens mij. Van de film, van die Disney-film. Even kijken. Ja, dat is 100% dit. 100% is dit het huis van Encanto. Mooie grote toren hier. Je kan echt oneindig rondlopen en rondvliegen. En je blijft maar gewoon gebouwen tegenkomen. Wat is dit hier? Is dit een museum? Oh mijn god, het is een museum. Ah, op Content Fame Survival, jongens, kan je allemaal dingen verzamelen die heel zeldzaam zijn. Zoals hoofden, armor en weet ik wat allemaal. En deze survivalaar hier heeft alles waarschijnlijk verzameld. En gewoon een plekje gegeven. Hoe leuk is dat? Hier, kijk, de armor ook. En hier alle andere collectors items. Makkers zijn muziek, Cupido's boog, cowboy lasso, super epische paardenarmor. Mensen verzamelen echt alles. Over een museum gesproken. Wij bevinden ons nu bij de survival basis van Patrick en Young. En deze basis vind ik zo ziek, jongens. Kijk dit dan. Dit is ook een museum. Ze hebben het helemaal uitgehold. Of uitgehold. Al het water hier weggehaald. En ze hebben hier gewoon een museum neergekwakt. Niet normaal. Dit is toch geweldig. Dit is toch geweldig. Ze hebben hier ook een klein mapje ervan. Heilige Bas. En dit is ook een museum. En kijk, deze hebben ook alles verzameld wat je kan verzamelen op Content Fame. En als je over de pressure plate heen gaat, is er gewoon piratenmuziek. Hoe leuk is dat? En Cars-auto's. Als je benieuwd bent, jongens, moeten jullie maar zelf gewoon online gaan komen en rond gaan vliegen. Of rond gaan vliegen. Ja, als je rank hebt, kan je rondvliegen. Maar dan moet je gewoon ronddwalen en aan mensen een basis kijken. Zelf een basis bouwen, verzin het. In die paar maanden tijd hebben mensen echt van alles gebouwd. Dan heb je hier ook nog een heel druk punt. En dit is ook echt de plek waar iedereen gewoon is gebouwd. Soms heb je van die hotspots in Content Fame waar gewoon mensen met z'n allen om elkaar heen gaan bouwen. En dan gewoon...
een hele community creëren. En die community zit zo goed in elkaar. Nog beter in elkaar. Dan mijn banaantje, want die valt telkens naar beneden. Iemand heeft hier een sneeuwwereld gebouwd gewoon. Dit is serieus best gezellig. Kijk die kleine huisjes hier. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Wie zijn dit? Hersenloos en Planet Cow. Die zijn een, volgens mij een ijzerfarm aan het maken hier met z'n tweeën. We hebben hier Joshua Cool Pro. Die heeft een kroontje. Oh, die heeft een kroontje op zijn hoofd. Wat cool. Als je zo'n amethyst ding op je hoofd doet, is het net alsof je een kroon op je hoofd hebt. En die woont in een best wel krap dorp. Maar wel heel leuk. Volgens mij is dit gewoon echt een stad die zij bouwen met z'n allen. Lima Bucks. Ik denk dat zij een soort van Lima aan het nabouwen zijn. Ik denk het echt. Sowieso is dit een community met meerdere mensen die hier gewoon samen wonen. Heel leuk. Dat is het leuke, jongens. Je kan gewoon gezellig met elkaar spelen. Ja, mensen bouwen echt hele leuke dingen, jongens. Survival is een leuke plek om naartoe te gaan. Zeker omdat we binnenkort een nieuw seizoen gaan starten. Hersenloos en Planet Cow zijn dan steeds lekker bezig hier. Het is een hele leuke om gewoon lekker het nieuwe survival seizoen te spelen zodra die er ook is. En natuurlijk parkour, jongens. Dat is onze nieuwste game mode. Zullen we één parcoursje doen? We gaan één parcoursje doen. Hier, dit is letterlijk parcours nummer 1. Het makkelijkste parcours van onze server. Nou, het makkelijkste misschien niet, maar wel nummer 1 parcours. En ik heb de toptijd. 39 seconden later komt-ie. We gaan één poging wagen voor een nieuw record. Halen we die niet, dan is het maar zo, weet je. Ik ben een master speedrunner geworden met parcours. Dat is niet waar, maar ik ben wel... Mijn skills zijn nou niet heel veel verbeterd. Ik vind het wel leuk, jongens. Het is echt leuk om lekker te parcouren op deze server. Het is ook hartstikke druk de hele dag door. Ik denk dat er wel echt meer dan 100 verschillende mensen inmiddels gewoon aan het parcouren hier zijn. Nou, meer dan 100 verschillende. Meer dan wel een paar 100 verschillende mensen. Dus het is leuk dat je kan met je vrienden parcouren, elkaars tijd verbreken. Ik ben er in ieder geval samen met het stafteam van Content Veen helemaal aan verslaafd om gewoon al die parcours te halen. Ik heb echt dik niet mijn tijd gehaald. Maar het is wel leuk. En naast parcours, survival en skyblock hebben we ook nog creative, jongens. Als je benieuwd bent naar creative, dan moet je gewoon zelf even online komen. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Kom gezellig online, kom gezellig meespelen. Heb je nou geen Minecraft, kijk dan gewoon lekker de video's, ook prima. Vond je het nou zo'n leuke video, kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk een video dat ik met Rick op deze server mensen ga trollen, in de maling neem. Hele leuke video om even te kijken. En dan, terwijl er iemand voor me springt, spreek je later. Glazen water, wie flesje biedt, tot volgende keer.